Januari 2006. Kinderen met ADHD en hun ouders gaan naar de Tweede Kamer. Voor de zoveelste keer gaan zij hun ongenoegen uiten over het niet volledig vergoeden van de geneesmiddelen Concerta en Stratera ter aanvulling van het geneesmiddel Ritalin. Medicijnen die door de minister van Volksgezondheid voor een deel of helemaal niet in het geneesmiddelenvergoedingssysteem zijn opgenomen. Sommige kinderen krijgen ook hartstikke hoofdpijn van die pillen. Dat ons geduld op is omdat de kinderen met ADHD geen goede behandeling kunnen krijgen. Je moet niet alleen de stoffen vergelijken, maar ook de wijze van toediening. Zulke dusdanig hoge kosten dat ze zelfs failliet gaan. Ik wil al aan de rekensommen beginnen, maar er vliegt een mooie vlinder buiten. Mits, neem je pillen in, nu. Nee. Nu. Een stickertje plakken is natuurlijk heel makkelijk. En een veroordeling geven van nou, het zal aan de opvoeding liggen of aan het gezin. Of nou, dan heb je weer zo'n druk jochie, het zal weer een ADHD'er zijn. Van, ik vind het erg ongenuanceerd. Ik kan mijn kinderen niet opvoeden, zeggen ze. Nee. Ik stopte mijn kinderen in de schuur, maar dat deden ze zelf. Serine ging altijd zelf in de schuur staan als ze zo'n bui had. Dan ging ze in de schuur staan gillen. En dan zeiden mijn buren van dat ik mijn kinderen opsluit in de schuur. En dan had ik al 100 keer gezegd, want dat doe ik niet. Maar ja, op een gegeven moment denk je, zoek het maar uit ook. De problemen liepen zo hoog op dat besloten werd tot opname in het kinderpsychiatrisch centrum Curium. Ze was toen pas 12. 4 jaar lang werd Serina daar intern behandeld. Alleen in de weekenden mocht ze naar huis. Ik wilde eigenlijk niet meer leven. Omdat je voor een meisje van 15 jaar al zoveel mee hebt gemaakt. Wat iemand van 15 misschien niet eens kan bedenken. En dat je dan nog gepest wordt en dat soort dingen. Dat ze zeggen, maar je stelt je gewoon aan. Nou, dan komt het bloed onder mijn nagels vandaan. Ik heb een gedicht voor je geschreven. Het laat precies zien hoe ik me voel. Grijs. Nooit meer helemaal vrolijk, nooit meer helemaal blij, nooit meer helemaal gelukkig, want jij bent niet bij mij. Ineens is alles anders, ineens is alles grijs. Ineens is het lied van geluk geworden tot een treurige wijs. Ze zeggen dat het beter is, ze zeggen voor ons allemaal. Ze zeggen zoveel dingen, maar mijn leven is nu kaal. Ik kijk maar steeds naar boven, ik kijk niet om me heen. Kijk jij ook naar je schepper? Dan ben je niet alleen. Mama. Welkom in Studio 21 in Hilversum. Dit is de fonkelnieuwe Dinner Show of Dreams. So let the show begin. De Dinner Show of Dreams. Groot. Spectaculair. En inspirerend. Mijn naam is Bastiaan Ragas. En samen met Floortje en tot en met december 2008 Hans Klok en vele anderen maken wij uw dromen waar. Reserveer nu of kijk op dinnershowofdreams.nl. Borgse wijk Terweide geldt de komende 2 weken een noodverordening. De gemeente heeft de maatregel genomen in verband met de oplopende spanningen tussen de Molukse en Marokkaanse buurtbewoners. Ik kom alleen dat hij goed wordt gestraft, ik heb Marokkaan. En ik heb jarenlang heb ik in een hok, 4x4, heb ik met de gedachte moeten rondlopen van ik zit hier gewoon onterecht vast. En dat wens ik niemand toe. Zelfs mijn ergste vijand wens ik dat niet toe. Dat niet zegt, nee, ze komen wel eens terug wisten. Het is ook zo'n onzin om te zeggen dat het etnisch conflict is. Maar dat zou betekenen dat we daar een soort Hutus en Tutsis hebben of zo, weet je? Het enige wat ik wil is gewoon rust. Gewoon dingetjes net als vroeger doen. Dat kan gewoon niet meer.
Ik ben Rosalie en ik ben Hampshire. En bij ons ben je more than welcome. Of je nu medewerker bent in een van onze Hampshire hotels of gast, bij ons ben je altijd more than welcome. Receptionisten, koks, kamermeisjes, managers stellen dagelijks alles in het werk om zowel de zakelijke als de recreatieve gasten op hun wenken te bedienen. Gastheerschap kent vele kleuren, net zoals de verscheidenheid van onze gasten. Wat hen bindt is een oprechtheid voor mens en omgeving. Here we are. Kersttafel 20, eenmaal zeebaar, eenmaal makreel. De bevlogenheid van onze medewerkers zie je terug in hun plezier, in hun energie, hun vakkennis en hun goede smaak. Want goede smaak zit in ons DNA. Dat is Hampshire. Ik ben Floris. Ik ben Carlos. Ik ben Natasja. Ik ben Sebastian. Ik ben Rosalie en ik ben Hampshire. Ondernemen, passie, respect, een oog voor de gast. Het klinkt allemaal heel logisch, maar je moet er wel hard voor werken. Oplettend zijn, nadenken, je kunnen wegcijferen, maar er ook zijn voor een ander.